Yo. No. Mensen, tof dat jullie kijken naar deze video. Mijn naam is Thomas Schouteren en ik zit hier op een andere positie in mijn kamer. Want ik ben ook niet alleen, ik doe het samen met... Link in de beschrijving kan je... Je weet het al, van hier. Van hier, van de grond, ik kan zo omhoog stegen, je weet wel. Ja. Oké. Dus Thomas, wat gaan we doen? Poepen in de schoen. Ja, dat is waar, maar wat gaan we doen? Water drinken. Nee. Ik heb hier geen plan. Ja, hier is koud water. Oh, ja, we gaan een video maken hoe we water drinken. Je kunt hem ook zelf. Je kan hem ook hierbij eten. Ja, dat was het. Huh? Weet je hoe laat? Oh, you touch my tralala. My ding ding dong. Woorden. Even naar al die chicks. Oh my god. Ja. Niet te veel harry maken. Oké, hier is de chef. Ruik maar eens. Oh, ruikt lekker hè. Het legt ook niet uit wat een roulette is. Oh ja, roulette. We hebben roulette. Roulette staat voor L-O-R-U-L. Nee, roulette dat is eigenlijk, je hebt, zoals je ook op de verpakking ziet, je hebt allemaal chipjes in de chipzak. En één van de chipjes, krijg je ook een blauwe tok van, is heet. Ja. Echt heet, dus daarom hebben we water. En we hebben geen spuugpak. Nee. Dat is goed. Dus ik pak het allereerste. Nee, wacht, ik heb een idee. Zo, we gaan zo vragen stellen, hè. Thomas, we gaan zo vragen stellen. En dan zo, diegene, ja, dus bijvoorbeeld, hè, ik zeg zo, hoeveel jaar is mama? 50, 60, weet je wat. Dan zeg jij, 50 of 60, dan zeg jij 60 fout, dus 50. Dan moet jij een chipje eten. Okay. En als je het goed hebt, moet ik een chipje eten, snap je? Of niet? Ja. Oké, wie begint? Hoe oud is... Hoe lang wonen mijn ouders hier al in dit huis? Ik denk 16 jaar. 15 jaar. Nee, echt. Een jaar langer dan mij. Nee. Ja. Ik heb zelf... Je bent 14. Ja, een jaar ouder dan mij, dat is 15. Ah! What the fuck? Die is heet. Nee, die is niet... Holy shit, ik heb al meteen de... What the fuck? Nu al? Dit is veel te snel voor een video. Oké, we gaan tot 10 punten. Kan je wel 1 punt. Zien jullie dit? Nope. Oké. Lekker. Nee, weet je wat je moest zeggen? Bij je huis. Hoeveel jaar is mijn huis? 16 jaar of 15 jaar, moest je zeggen. Ah, zo, oké. Oké, dan ben ik nu. Hoeveel jaar woon ik in mijn nieuwe huis? Ja. Moet ik even zelf nadenken. 4 jaar of 5 jaar? 4 jaar. Kut. Lekker. De camera zit daar, kijk, niet hier. Dit is het schermpje. Lekker, hè? Oké. Doe maar. Kijk je tanden, deze. Oh, juist, alles blauw. Oké. Oké. Hoe oud is mijn pa? 44 of 42? 44? Ja, nu moet jij eentje pakken. Lekker voor je, die krijg je ervan. Het is best lekker. Ja, oké. Oké, nu ben ik. Oké, even nadenken. Weet je zo voor? Door wie ben ik YouTube kanaal? Door wie heb ik mijn YouTube kanaal begonnen? Door mezelf of door Daniel? Daniel. Fucking. Voor de mensen die niet weten wie Daniel is, die gaan ook nooit weten. Want mijn video staat op privé, dus lekker voor jullie. Of ik kan hem openbaar zetten. Dan ga ik hem doen. Maar ik heb ook jouw account.
Fuck you, behind me. Die was lekker. Nu ben jij Thomas. Schmied. Mag ik het er volgende in? Zo. Ik ga iets opzoeken. Hoe lang bestaat mijn YouTube kanaal? Dat weet ik. Je moet zeggen. Ja, wat fijn. Bestaat mijn YouTube kanaal 4 jaar of 3 jaar? 3. Fuck, bijna 4 jaar. 29 mei, ja. Jongens. Ja, ik weet dat gewoon, omdat ik nog weet dat wij samen video's hadden te maken. Hij noemde eerst de YouTube game of zo. En hoe voelt het? Hoe voelt de smaak? Niet pikant? Mijn was een beetje pikant. Gewoon de eerste. Ja, gewoon de eerste al. Je ziet al, ik heb al ongeluk. Ook met de computer, mijn computer is aan het koken. Ja, Oké, mensen, toekomst Thomas hier. Klein foutje van wat ik gezegd heb. We gaan de puntentelling doen, niet wie heeft de meeste hete chips. We gaan gewoon wie de meeste chipjes moet eten. Uiteindelijk is de verliezer heel tijd hetzelfde. Die 10 heeft dat gewoon af, hè. En die moet dan... Nee, die moet dan al zo in één... Ja, okay. Ja, en heel veel. Oké, jij bent. Maar... We mogen niet dezelfde vragen, gaan we het zo doen. Nee, deze ga je sowieso weten, man. Ja, zeg maar. Ja, ik wil zeggen, wat kijk ik meer, YouTube of Instagram? Ja, YouTube. Ja, maar ik ben nog niet, ja. Nee. Welke school vind ik fijner? Tessen? Oh nee, wacht, niet. Oh ja. Wat zou ik eerder doen? Nooit meer op mijn examen of nooit meer gamen? Gamen. Mijn computer kan je toch minder gamen. Maar ik heb mijn Xbox. Oh ja. Ja. Nee. Oh, als je het zo gaat zeggen, nooit meer GSM. Oh, je hebt je Xbox ook, ja. Ben nooit meer... Ja. Nee, maar ik dacht dat je het alleen over je computer had. Nee, ik heb het niet over mijn computer. Ik zei gamen, ik zei... Dan moest je zeggen, erbij je Xbox en alles. Ja, fuck you dan, Thomas. Ik kom. Echt? Ja, ik kom. Niks. Doe je toch eens kijken? Nee. Ah, jij bent. De ene was wel. Oh, nee, ik ben. Wat zou ik nooit meer doen? Nooit meer voetballen? Of nooit meer YouTube? Oeh, dat is de question. Nooit meer YouTube? Nee. Voetbal. Ja. Ik ben al soms een paar jaar aan het denken, zo, zou ik dit jaar stoppen of zou ik het doen? Ja. Mm-hmm. Maar gewoon, dat ik dan iets te doen heb, blijf ik het doen. Maar het is ook wel fijn. Oké. Okay. Ja, ik ga jou aanhappen. Wat zou ik... Wacht, met wat zou ik eerder stoppen? Met skaten of met YouTube? Oh, fuck. Oh. Denk toch skaten. Yep. Ik moet echt bijna elk chipje eten, hè? Ik wil ook eten. Nee, dat is fake. Ja, maar. Denk, hè? Nee, dat is fake. Kijk, dat is fake. Laat zien dan. Nee. Ja, zie je, dat is fake. Oh, ik ben alweer. Ja. Hoe zou ik liefst naar school gaan? Met een chille broek, zo'n jeans broek die wat chill zit, of een joggingbroek? Mijn jeans, mijn jogging, mijn jeans. Ik krijg echt alles hier eten, ja, ik zweer helemaal. Liever met een joggingbroek naar school, hè. Ja, ik zie, het loopt bijna altijd in mijn joggingbroek. Bijna... Goed, vijf, kip, nul. Of die ene broek met hier die dingen, die zakken. Dingen, Dylan Kaufman, man, die een match die ook op die jongen moet gaan. Nee, ik ga eigenlijk... Kasperbaans? Kastermans. Kastermans. Oké, ik ben nu zeker, hè.
Oh, chips is eigenlijk wel lekker om te eten. Deze video wordt ongeveer 20 tot 25 minuutjes, anders moet ik veel te veel editen. Door wat zou ik eerder stoppen met YouTube? Ik kan niet stoppen. Doordat ik in mijn broer uitgelachen. Of dat ik dezelfde subs blijf hebben. Dezelfde de hele tijd niveau. Wat zou ik eerder... Door wie wordt je uitgelachen? Ja, je weet al wie, hè? Ja, als het die is, dan zeg ik dat. Uitgelachen. Ja. Omdat Kai wordt soms uitgelachen, dus niet snel. Wil een parfum, even. Zo één persoon die je niet kent, hoef je niet te weten. Hij is in ieder geval heel dik. Zijn er hoogst. Ja. En nu jij. Zou ik stoppen met YouTube omdat mijn apparatuur niet werkt? Of stoppen dat ik de hele tijd word aangesproken? Dat je apparatuur niet werkt? Eindelijk! Nee, wacht, stoppen doordat mijn apparatuur. Ja. Dus ook echt niet stoppen. Ik blijf doorzetten. Ik kan stoppen als ik kan, als je Ik ga even verliezen hier. Pak voor één. Oh! Oké. Hè? Ik weet niet. Aan de tong. Ik denk, heb je mijn tong is niet blauw, maar... ja. Alleen. Oké. Oh, mijn tang brandt. Dat brandt. Oké, ik heb één. Waar zou ik liever naartoe gaan? Naar Polen of naar Cyprus? Ja, een Poolse familie, maar Cyprus is fijner. Dus Cyprus. Polen. Ja, dat is wel je familie, ja. Ja, sorry. Het is groter, zeg maar. Ja, ik voel een grote stal in Polen, daarom. En is het lekker? Is het weer heet? En die is blauw, wat? Oh, Thomas. Ik weet niet of ze nu heet is, maar hij voelt wel heet aan, maar... Oké, nu ben jij. Oh, ik weet niet of ze een heet was, maar ik heb mijn mond, ja, die kijkt dat ze een heet ja. Zo lekker. Oh, fuck. Oh, ik kan dat niet. Soms kan ik... Ah, heb je echt zo'n hete. Ah. Oh, Thomas. Nee, kom. Ja, warf. Is dat zo heet? Nee. Maar mijn tong is niet blauw, maar ik ga nog eentje pakken. Ik neem ook niet, jongen. Ja, nu is het een beetje kast weer. Alweer een hete! Oh, moet je ook dat hebben. Is alles oké? Nee, maar ik ga even naar beneden. Ik zal terug. Oh. Nee, maar ik soms kan het er niet tegen. Ik kan er handen op dit. Thomas kan er niet tegen. Hij heeft een hete gekregen. Maar Thomas, als hij proost tegen jou. Ik hoop dat deze niet heet is. Ik weet dat jij dit zit te editen, maar oké.
Thomas, hier voor jouw beterschap, wat jij niet dood gaat door de hitte. Wil je dan vlog gewoon een flipje weg? Thomas, je gaat het dichter van dichtbij doen, oké? Okay? Je gaat laten zien dat die chip uit mijn box kwam, oké? Okay? Stukje bedoel ik, niet die chip. Jammer genoeg niet heet. Ja, jammer genoeg, beter. Hij had wel een heet, maar zijn mond was niet paars of zo. Mijn was wel paars. By the way, kijk mijn video's op Kaius. Kaius is de beste YouTube-kanaal ooit. Ga daarop abonneren als je het nog niet hebt gedaan, maar wacht je op. Linkje in de beschrijving. En ik heb daar een vlog gemaakt. Dus ik weet niet of die online is. En ik heb daar nog veel meer gedaan. Dus ja. Ik was bij mijn film, hè. Ja, weet ik. Ik heb zoveel dingen gezegd. Ja. Oh, kut. Zo blijft het. Blijft het? Nee, dat is water. Moet je melk drinken, ja. Haalt. Ik heb juist acht melk gedronken. Zo warm. Nee, maar ik ben daar vroeger, kon ik daar veel beter tegen. Thomas gaat dood. Kijk, Thomas, die gaat dood. Gaan we nog verder doen of niet? Wat heb ik liever, Samsung of Apple? Samsung, tuurlijk. In een situatie van YouTube. In een YouTube-situatie. Dat is fucking moeilijk. In een YouTube-situatie. Ik denk Apple. Samsung. Kut, hoor. Qua camera zou ik Samsung kiezen, ja. Ja? Oké, Thomas, je gaat dood. Ik word nog doder. Dus ik kan nu nog meer vragen stellen. Wat vind ik fijner, PC gaming of Xbox gaming? Ja, console gaming. Waarom? Nee. Wat heb ik liever? Bekend zijn en de hele tijd uitgelachen worden dat mijn YouTube kanaal slecht is of zo, of zo, niet bekend zijn en niet uitgelachen worden. Maar dat jullie YouTube kanaal wel goed is of wat? Zoals nu, ik word nu niet uitgelachen en ik heb niet te veel subs, maar dat ik heb veel subs en ik wel gehaat en keert uitgelachen worden. Zo. Veel subs en keert uitgelachen? Nee. Wij zijn echt zo anders, hè. Wat zou ik eerder doen? Mij forceren met de hypes, dat ik daarmee moet doen, dat ik meer subs ga krijgen. Of dat ik me niet interesseer dat ik gewoon doe wat ik wil. Wat zou ik eerder doen? Meer subs of doen wat ik wil? Eén van die vragen. Denk of doe wat je wilt. Godverdomme, jongen. Ik krijg echt al die chips, maar je krijgt lekker warm, hè. Lekker heetje. Ja, het is al bijna weg. Fijn, ja. En maar, wat moeten we doen als we... 10. Ja. En maar, hoeveel hebben we nu? Hoeveel heet heb je gehad? 1. Wil jij? 1 of 2? Ja, ik weet niet. Wordt je mond soms iets heter als je een chipje hebt, maar die wordt niet heet, is niet heet. Nee. Ik weet niet dus. Oké. Okay. Ik ben... Liever mijn laptop kapot, of dat mijn YouTube-kanaal gestrikt wordt.
En dat ik niks meer kan doen. Liever laptop kapot. Je kan nog steeds een nieuwe YouTube kanaal. Ik kom mijn laptop dus. Doe ik bijna alles open. Doe ik toch liever dat mijn. Je mag als mede zoek kapot dus. Ja. Dan doe ik liever dat mijn YouTube kanaal gestrekt wordt. Ja. Als ik nu een miljoen subs had, dan had ik het niet. Dan kom ik toch een nieuwe kop in mijn menu. Ach, wat goed. Nee, maar kijk, jouw werk nog echt kapot, hè. Gewoon niks meer kunnen doen. Ja. Oké. Okay. Oké, ik heb er een. Eerder een dik setup. Maar eigenlijk vies veel, hè. Maar eigenlijk weinig subs hebben. Of eerder echt zo'n brak computer, maar echt veel subs hebben. Niet blijk meer subs hebben. Ik denk dat we een dikke setup hebben. Toch meer subs? Als ik de mensen kan entertainen, is dat goed. Is het warm? Oké. Veel geld hebben, maar geen vrienden hebben? Of tante wil vrienden en gewoon geen geld? Kijk, dat hangt ervan af. Van als je heel veel vrienden hebt, dan zijn sowieso vrienden die echt naaiers zijn, snap je? Mm-hmm. Dat zijn sowieso, snap je? Mm-hmm. Maar. Wat zou ik kiezen? Dat we vrienden en keihard plezier hebben en weinig geld. Of heel veel geld en geen vrienden hebben en zo. Heel veel vrienden, denk ik. Nee. Als ik geld heb, komen die vrienden automatisch naar mij. Ja, maar dat zijn dan geen echte vrienden. Ja. Ik zou nog liever geld hebben. Ja. Geen Thomas in de building. Nou, wat het is. Je maakt vrienden als je geld hebt, maar als je geen geld hebt en de vriend is weg, bijvoorbeeld, dan kan die niet, komt hij niet meer terug. Als je geld hebt, die komt ooit wel terug. Ja, maar ik zeg gewoon dat je een echte vriend zijn. Ja. Omdat had de kinderen, als je geen echte vrienden hebt, hè, want die vrienden fucking nice zijn, als die terugkomen, niet meer met hem omgaan, oké? Okay? Onthoud dat kinderen. Oké, okay, doe ik. Eerder zo echt gepest worden. Dat je een YouTube-kanaal hebt, mm-hmm. Of eerder geen YouTube-kanaal, maar je wordt echt gewaardeerd overal. Zo beroemd, zonder YouTube-kanaal. Dat is ook toch gewaardeerd zonder YouTube-kanaal. Ja, maar zo, je bent zo beroemd, maar dan zonder YouTube, snap je? Ja, oké. Tweede. Wat? Ja. Gewaardeerd. Ik heb overal gewaardeerd, maar geen YouTube zonder YouTube. Nope, ik ben YouTube. Is er een warme? Oh. Thomas was bijna dood voor één stukje. Ja, nee, ik kan. Liever elke dag heet eten wat je niet kan weerstaan, of elke dag weinig eten? Elke dag weinig. Mm-hmm. Ja? Een change. Je krijgt heel al die chipjes, hè? Lekker voor je. Hey, video is 25 minuten. Maar het is juist heel veel gepraat en zo. Oké, maar ik ben wel iemand strijken, maar die heeft vies veel abonnees, hè. Maar als je diegene strijkt, dan word je gewaardeerd door iedereen, hè. Ja. Of, maar die heeft kei veel gewerkt voor zijn YouTube kanaal, snap je? Ja. Of, of iemand niet strijken, verder doen met jouw YouTube-kanaal, maar iedereen haat je. Het eerste is, ik strijk iemand. Ja.
Die heeft keiveel subs lang nog gedaan. Maar nee, oké, dan komt voor de tweede gaan al je subs zo omlaag. Als je, ja, als je die niet strijkt. Maar, als je die, maar die jongen, ja, die heeft niks gedaan, snap je? Ja. Het klinkt niet logisch, maar het is voor me zo. Oké, laat me met rust. Je toch de eerste, iedereen acteert je en je krijgt subs. Ik zeg, wacht. Dat heb je net gezegd. Ja, maar die ging je strijken. Ja. Zo is die? Ja, dat is... Shit. Nog steeds geen hete. Pas een begin en het einde niet, jongen. Dep. Oké, dat was fucking kijk. Misschien komt er wel een deel 2. Ja? Als er geen hete zijn. Kan. Maar sowieso op het einde van de video moet een van ons dit... Een stuk in zijn bak krijgen. Zo'n stuk in zijn bak is een heel prop in zijn bak. De meeste chips heeft hij moeten eten. Ja, maar wie was dat? Jij. Ja, ik. Oké, we gaan verder doen, kom. Ik ben liever overal mogen zijn of zo. Hè? Je weet wel wat ik bedoel, overal mogen zijn of alles mogen doen. Maar niemand mag je. Of iedereen mag je en je mag nergens komen. Oh, wat zeg je dat opnieuw? Je mag overal komen en zo. Ja. Overal binnen en niemand mag je. Ja. Of iedereen mag je en je mag nergens binnen. Ik zeg, ik denk dat jij eerder de tweede zou pakken. Dat iedereen mij mag. Ja. Nou, misschien toch wel de eerste. Als mij mogen noemen. Als mij mogen ze niet aan, maar sommigen mogen daar niet binnen en ik weer wel. Echt waar, ik ben echt slecht. En dan gaan ze me uiteindelijk wel moeten mogen, omdat ik aan anderen in te lopen. Ik ben echt slecht in dit. Het zit geen hitte. Top, pas een begin, jongen. Het doen is half dood, zoals jullie kunnen zien. Nee, okay. Leuk voor jou, maar leuk. Ja, voor de video zou ik maar kijk. Heb je nog een blauwe tong? Nee. Ik heb wat chips in mijn bak. Oké. Eerder rijk zijn en geen YouTube kanaal. Of eerder echt fucking broke zijn, maar je hebt echt vies voor subs op je YouTube kanaal. De tweede, voor jou. Ja. Als voor YouTube, jongen. YouTube is leven, kerel. Voor Thomas Lida. Wow. Nee. Ik ben nog moe. Nee, Nog moe, maar. Ik vind me niet. Keiveel vrienden en weinig subs, of weinig subs en keiveel vrienden. Nee, keiveel vrienden en weinig subs, of veel subs en weinig vrienden. Veel subs en weinig vrienden, die vinden het. Kijk, er komen alsnog vrienden naar als je veel ja, subs hebt. Snap je? Toch de eerste, want die vrienden. Want die subs weten niet waar ik woon, hè? Dat ga ik ook nooit zeggen in een video. Ja, maar nee, bijvoorbeeld in je buurt. Dat zijn mensen die in je buurt, die ja. Kijken naar je YouTube-video's. En ze kijken, oh kijk, die veel subs. Dus dit komt niet naar jou. Omdat jij, je hebt veel subs. Ik zou toch de eerste pakken. De eerste pakken. Veel vrienden. Maar, of je zit me hier te naaien, of ik ben fucking slang. Ik denk dat jij mij zit te naaien. Maar ik denk de tweede, ja, subs pakken. Kijk tegen. Ik hoop dat je nu hier bent. Maar dat is wel een teken dat we nu geen eten hebben, dat op het einde heel veel heten zijn. In het begin had ik wel heten. Ja. Oké. Okay. Jij bent. Ik ben. Eerder bekend worden waar je echt voor schaamt, hè. Maar echt dat je veel subs hebt, hè. Maar en zo. Maar of eerder echt bekend worden wat je iets goed hebt gedaan, maar je pakt weinig subs. Weinig subs, alles ja. Voor YouTube. Ja, ik bedoel, je hebt iets beschaamd gedaan op YouTube, hè? Ja. En je staat er bekend voor. Of ja. Je doet iets je niet beschaamd, iets waar je echt trots op bent, ja. Maar je hebt fucking weinig subs. Snap je? Wacht, je doet iets beschaamends en je hebt kei veel subs? Of je doet iets beschaamends en je hebt heel veel subs? Of niet beschaamend, je hebt weinig subs. Dus ook iets beschaamends en kei veel subs. Ja? Voor jou, jij, ja, in jouw situatie, ja. Niet beschamend en kan je weinig subs. Ja, ik kon sowieso nog een hit krijgen of zo. Dus.
En is die lekker warm? Is die lekker? Oh, die heeft een blauwe kerel. Zie je dat? Huh? Klein beetje. Klein stukje. Is die warm? Geef jij zeker. Alles krijgen van mijn ouders of geen vrienden hebben, of niks krijgen van mijn ouders en geen vrienden hebben. Alles krijgen van je ouders en geen vrienden hebben. Ja, ik ben hier niet goed in te worden, kid. Oh, daar ben ik blij mee, want ik ben echt slecht in dit. Oh, ik heb dat zelfs volgestaan, oké. Okay. Thomas is een beetje moe, zoals jullie kunnen zien. Oké. Streng, YouTube wordt streng die bepaalt wat je moet doen en hoe je het moet doen. Mm-hmm. Maar je hebt fucking veel subs. Of je eigen zijn, doen wat jij wilt. Maar je hebt bijna geen. Je hebt bijna echt nul subs of zo. Keiveel subs. Ik guess so. Ja, sorry. Ja. Ja, als er geen kijkers zijn op mijn YouTube kanaal, wat ga ik dan doen? Kijk, heet hij daar. En? Ja. Niks. Alles gesponsord krijgen. Alles nog. Alles, maar geen subs hebben. Kei weinig en je kei veel subs hebben. Maar niks gesponsord. Tweede. Ja. Je wil alles gesponsord hebben, want ik heb het geld vanuit. Ik zou wel eerder dat kunnen, maar ik weet niet wat jij dat doet. Snap je? Oké. Eerder een video opnemen. Maar je hebt er even zo'n piep onder nu, hè? Eerder een video opnemen met. Of Daniel. Tweede. Daniel. Oké, bij Daniel mocht je maar geen piep doen. Ja, ik heb er toch een video over met hem gemaakt. Dus ja, maar die staat niet online. Ja, die staat online. Een fucking cringe. En we hebben dat ook wel nog eens gezegd, die naam. Oké, ik denk dat dit de laatste is, want we zijn al 35 minuten bezig. Oké, dus wie is er voor Lisa? Jij. Nee. Oké. Okay. Volgende. Hier goes nothing. Ik ga gewoon alles. Iets meer misschien. Ik ga gewoon. Nee, ik ga zo hup in mijn bankjes krijgen. Okay. Zo'n Chubby Bummy Challenge, maar dan met chippies, met roulette. Oké. Ja. Meer. Kom, kou. Ja, de hitte. Ja! Ja, je hebt de hitte. Chubby Bunny! Wat nu? Mijn straf is niet mijn probleem. Hè? Wat straf was? Nee, mijn straf is niet mijn probleem. Nee, jij moet erop slapen, dus. Oké. Kom. Kom aan, Kai! Heb je al een hitte? Je hebt de hitte. Ik zie dat je mond. Je hebt de hitte. Hoeveel heb je er? Oh, kut. Oh. Fucking. Hier, voor zometeen. Oh. Hey, ik heb een maatje, dat zei je ook wel kunnen. Hey, sorry. Kijk eens dan. Laat het dan eens zien. Het voelt net als een neger in mijn klas komt, ja, maar. Oh, geen ervaring meer. Ik wel. Oh, man. Wat was dat? Oké, mensen. Dit was het einde van de video.
Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En op het liken te doen. Kijk, nee, ik ga dood, ik zweer. Die pikantheid komt gewoon terug. Ja, en te abonneren op ons, mijn kanaal. Mijn kanaal, Kajus. Zie jullie bij de volgende video. Later.